Gijs Groningen gaat volgend seizoen in de Benelux spelen. Het hoogste niveau van het ijshockey, met daarin ook Belgische clubs. Gijs won dit seizoen met overmacht vrijwel alle wedstrijden in de eerste divisie en is volgens voorzitter Jacob van Gelder aan een nieuwe uitdaging toe. De eerste play-off wedstrijden voor het kampioenschap in de eerste divisie werden dit weekend ook overtuigend gewonnen. Smoky Eaters Geleen werd in Groningen met 10-2 afgedroogd en zondag werd het 7-0 voor Gijs. En dat leverde een prettige terugreis op. Ja, absoluut. We hebben een leuke terugreis naar Groningen met een mooie overwinning. We kwamen wat langzaam op gang, vooral door het toedoen van hun. Speelden goed, fanatiek, veld erop. Daar hadden we in het begin wat moeite mee, maar na de eerste periode waren de busbeentjes eruit. En kwamen we aardig op gang met uiteindelijk 7-0 winst, dus prima. De tweede, derde periode hebben we gewoon het verschil kunnen maken. Ze proberen ons te onderscheppen door veel doel te schieten, fysiek te spelen, maar ja, dat is niet gelukt. We gaan vol vertrouwen gaan we het weekend in. Tilburg hoor ik ook zojuist, die hebben gewonnen van Den Haag, dus ik denk dat het een mooi affiche is voor volgend weekend. Ja, het zal een harde, fysieke, leuke wedstrijd worden, ook voor het publiek, maar vol vertrouwen ga ik erin. Ik denk dat het een lastige wordt. De laatste competitiewedstrijd van ze verloren. Daarvoor in de competitie wel wat ruimer van ze gewonnen. Het is een goed team, een ervaren team. Een hoop jongens die vroeger ook hogerop hebben gespeeld. Dus ik denk dat het een leuke serie kan worden. Ja, Tilburg is gewoon een prachtige club. Goede historie, goede vereniging. Dat alles goed, netjes verzorgd, geregeld heeft. Ja, maar ja, ook Tilburg is maar een team, net als wij in Gijs. Maar ja, het verschil zou in 2 dagen gemaakt moeten worden. Ja, ik zie het niet als een kampioenschap van de armoede, wat misschien sommige anderen wel denken. Ik zie het absoluut niet zo. Ik zeg, als het een kampioenschap zou worden, is het een kampioenschap van de verdiensten van de spelers. Tuurlijk, we doen ons stinkende best om het allemaal goed te doen. Maar de spelers hebben het absoluut verdiend. Ja, tot nu toe ben ik zeer tevreden over de ontwikkeling van het team. Van bepaalde spelers, vooral de jeugd. Het bevalt mij gewoon dikke prima en ik ben blij dat ik bij deze club mag werken. Ja, dat was inderdaad de vraag. Spelen we eerst uit of eerst thuis? Maar ik begrijp vrijdagavond eerst uit in Tilburg. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke wedstrijd wordt. Wat we daar doen, uit is altijd lastiger. En nou ja, dan moeten we thuis eigenlijk gaan afmaken. Dus.